Ik ben Bauke de Bruin, wethouder in de gemeente Boksmeer. En ik mag me bezighouden met duurzaamheid. Niet alleen in de gemeente Boksmeer, maar binnen het hele land van Kuik mag ik de kar trekken. Uh, ja, hoe belangrijk is duurzaamheid voor de gemeente Boksmeer en het land van Kuik? Ja, als karttrekker op het gebied van duurzaamheid kan ik natuurlijk niet anders dan zeggen dat dat superbelangrijk is. En waarom is het zo belangrijk? Ja, die klima het klimaat warmt op. Um, we moeten daar met z'n allen onze verantwoordelijkheid voor nemen. Dus ook binnen het land van Kuik hebben we daarin een taak te doen. Doen. En die moeten we met z'n allen oppakken. Daar hebben we jullie ook hard voor nodig. En wat kunnen ondernemers en bedrijven nu eigenlijk bijdragen? Nou, dat is niet alleen op het eigen dak van hun onderneming of bedrijf zonnepanelen leggen, isoleren, kijken waar ze energie kunnen besparen, ledlampen. Maar ook privé kun je natuurlijk kijken naar de mogelijkheden van je privéwoning, waar daar de winst plaatsvindt. Uh, Kansen liggen op duurzaamheid. Er zijn heel veel facetten waar je iets in kunt doen. En ik zeg altijd niet: het is maar iets kleins wat ik bijdraag. Want al die kleine beetjes die helpen juist enorm. Dus als iedereen een stukje verantwoordelijkheid pakt, dan hebben we heel veel gewonnen. Ja, en of er goede voorbeelden zijn in het land van Kuik, die zijn er heel veel. Ik zie prachtige bedrijven die enorm veel zonnepanelen leggen, die echt met een aantal bedrijven samen aan het werken zijn om juist te kijken wat kunnen we leren van elkaar. Ik sprak laatst iemand van de industriële kring die echt bij bedrijven bij elkaar aan het zetten is om ook te kijken hoe kunnen we nu samen samen aan de slag om juist. Duurzaamheid op een hoger niveau te tillen in onze gemeente. Ja, en er zijn natuurlijk ook nog andere voorbeelden dan alleen maar ondernemers en bedrijven. Wat je ook ziet, zijn heel veel mensen die zelf de handschoenen oppakken en met een groep mensen iets willen bereiken. Bijvoorbeeld, een mooi voorbeeld wat ik bijvoorbeeld zie: in Beuge hebben ze het dak van de multifunctionele accommodatie helemaal volgelegd. Een agrarisch dak wat volgelegd wordt, waar mensen kunnen deelnemen met een postcode-roosregeling. Het Kuiksenergiecollectief, wat enorm goed draait. Ja, daar mag je alleen maar trots op zijn dat we dat soort initiatieven binnen onze gemeente hebben. Um, de opgave is heel groot. Het woordje te uh, ben ik nooit zo weg van. Maar de opgave is groot. En daarom moeten we ook samen de schouders eronder zetten. En met kleine stapjes langzamerhand groter gaan nemen. En wat wil ik vooral zeggen tegen het Maasverlei-netwerk? Pak met z'n allen de handschoen op. Ga er met z'n allen voor samen aan de slag voor een duurzamer land van Kuik. En daar kunnen jullie ook je bijdrage aan leveren.